schattig. Ja. Mag je nog helemaal niet zien. En jij slaapt ook gewoon zo. Kijk, ik heb het bedje al leuk opgemaakt. Totdat hij zeg maar zo bij mij zit. Nee, ik heb hier witte ruis. Een flesje geeft, heb je daarna gewoon nog 3 uur. Chicken day of Christmas. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Waarin we een parcours afleggen. Het is wel echt extreem. Met deze kinderwagen. Ik moet eventjes wennen aan geen zwenkwielen, maar voor de rest, hij rolt als een tiet. Hij gaat echt goed, jongens. En we vallen op. Dat is, we kunnen niet meer incognito door de stad heen lopen. Dit is de 2e keer dat we met de kinderwagen buiten zijn. En dat is wel echt leuk, hoor. Mm. Het is vandaag eerste kerstdag, ja. Oké, okay, Lisa. Ja. Ons kerstdiner was wat apart. Wat? Want, ja, weet je? Ik denk dat je dus heel veel niet ziet op YouTube van mensen die een baby hebben. Nou, ons kerstdiner, dat begon ongeveer om... Dat begon huilend. En uiteindelijk hebben we denk ik om 11:30 of zo wat gegeten. En dat was ons kerstontbijt. Toen gingen we uiteindelijk met hem in bad. En toen ging hij uit bad. Had ik hem helemaal lekker aangekleed. Lekker melk gegeven. Ging heel goed. En toen, maar, ja, toen 1 minuut later, kwam alle melk weer uit. We moesten hem opnieuw aankleden. Dus onze kerstdag startte ongeveer... Ja, om 4:30. En doe je dan heel voorzichtig dat, dat aankleden? Want dat vindt hij helemaal niet leuk. Nee, vindt hij niet leuk. Dan doe je echt het heel hard huilen. Alles aankleden, echt dat voor heel ons. Goed. Want we hebben echt superveel kleertjes en hij vindt aankleden niet leuk. Toen moest alles weer uit. Oh, jezus. Oké, okay, wat is er? Komen mensen aan. Ja, we vinden het dus heel erg vervelend. Dat heet dat nu mensen tegenkomen die ons kennen. En we hebben al geen zin om met mensen te kletsen. Nee, ik heb er gewoon nog eens. Ik vind het ook heel intrusive als mensen nu zeggen, oh, mag ik hem even zien? Dan nee. Denk ik, nee, het is van ons. Mag je nog helemaal niet zien? Het staat gewoon op YouTube, maar oké. Nou ja, anyway. Kijk maar op YouTube. Ja. En dan kom je binnen. Meneertje Beertje. Meneertje Beertje. Kijk dat beertje liggen. Ik ruik iets in uw bolletje. Ik ruik een poepje. Ik ruik een bolletje. Ja? Gebakken broodjes. De bolletjesfabriek. De bolletjesfabriek. Kijk, ik heb het bedje al leuk opgemaakt. Kijk, hoe schattig. Die was van Prenatal en deze ook. En deze is van Zara. Die heb ik laatst nog even snel gekocht. Een wat warmer dekentje. Je vindt het lastig, hè? Alleen in je bedje. Nee, dat is ook spannend. Om helemaal in je eentje te liggen. Dat is naar, maar wij zitten gewoon hier. Maar goed, eerste kerstdag. Baby's huilen vaak. Behalve bepaalde baby's. Ja, dan vraag je aan andere ervaringen. Want nee, die van mij huilde eigenlijk bijna nooit. Maar goed, ik ga even naar naartoe. Zo, terwijl ik een soort van kerstdiner aan het maken ben. Eigenlijk gewoon iets heel simpels met friet en aardappelkroketjes en wat groenten en schijven. Hangt hier een mannetje over mijn schouder. Heeft hij net nog een beetje melk gekregen en hangt hij hier nu in de hoop dat hij nog een boertje luidt. En dat we hem zo heel even in bedje kunnen leggen. En dat we hem nog even kunnen eten. Zonder dat je heel hard gaat huilen. Hm? Nou, ik zei dat we gingen eten. En dat ik hoopte... Dat we gezellig konden eten aan tafel. Maar het ging niet helemaal goed. Nee. Mijn moederhart kan er niet aan. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag, denk ik. 2e kerstdag. En deze meneer wil niet in een bedje slapen. Wil niet tussen ons inslapen. Wil alleen maar zo slapen. En jij slaapt ook gewoon zo. Ja, het is wel grappig. Ik heb wel even zo geslapen. Je moet toch een beetje structuur vinden. Dus ik ga zo Sjors uitlaten. Zo gezellig, Sjors. The second day of Christmas. We hebben kerstontbijt. Oh, je gaat toch wel proberen hier te liggen. Ja, ongezellig, Sjors. Ja, je moet echt allemaal dingetjes voor iedereen vinden, zodat iedereen kan eten. Ja. Iets om de tafel. En dan kunnen we eindelijk. En dan, als we dan eindelijk kunnen beginnen, dan wil Poes naar buiten. Ja. Kijk. Zolang ik dit de hele tijd doe, blijft hij slapen. Zo, het mannetje ligt lekker te slapen. En kijk, dit is ons melkboekje. En hierin staat precies dat hij aan melk drinkt. Maar hij is nog een beetje, hij is niet heel constant. Dit is Beertje Poepman. En hoe vaak hij poep- en plasluiers heeft. Ik had nooit verwacht dit ooit op te gaan schrijven. Zo, wij hebben even een stukje met de auto gereden. Dat was ons uitje voor vandaag. Auto. Mensen, dit is niet oké. Maar Sjors was gewoon heel erg
Toen, hij wilde ook aandacht. Ja, hij wilde heel erg graag aandacht. Ze hebben even toegestaan dat hij, bank, of dat hij op de bank mocht. Dat doet normaal nooit hoor, dan mag hij verder ook nooit. Maar ik dacht, het is wel even goed dat hij ziet dat hij niet minder waard is. Wij gaan Chinees halen. Toen hadden we bedacht dat we lekker op tweede kerstdag vegetarische Chinees halen bij Soy. In de stad. Dus dat gaan we nu doen. We moeten wel opschieten. Ja. Oké. Okay. Opschieten met een baby. Ja. We zijn bij de Chinees. Winter wil niet naar de Chinees. Dus ik ga even in mijn eentje naar de Chinees. Zo. Ik heb het. Yes. Lekker. Nu ga ik terug naar de auto. Ik hoorde heel hard gehuil. Want ik moest bellen naar Joyce. Want ik weet niet, ze werkt hier niet op naam of zo. Dus ik moest weten wat ik had besteld. Maar dat weet ik niet, want Joyce heeft besteld. Dus ja, ik ben benieuwd of het huilen zo gestopt is. Dit weegt echt al 10 kilo gewoon. Nee, dat kan niet. Maar ik denk dat het wel 6 kilo weegt of zo. Dat is echt normaal. Ik weet niet wat ze allemaal besteld heeft, maar it's a lot. Nou, het is wel stil. Hey. Oh. Ja, jongen. Oh, je dacht dat het, ik heb hier. Nee, ik heb hier witte ruis. Huh? Ja, dat is een beetje wat de baby hoorde in de baarmoeder. Oh, je dacht niet het belde op. Dus ik denk, ik zet het even neer voor hem. Ja, het is wat hij constant heeft gehoord. Jezus, irritant. Dat horen? Ja, ik denk, ja. Bij jou hoorde je denk ik ook de nodige. Wat hoorde je bij mij? Darmgeluiden bij. Zo, wij zijn weer terug. En Joyce had dus zo'n geluid aangezet op de iPhone van hoe het geluid in de baarmoeder is. En vanaf het moment dat ze dat heeft aangezet, heeft hij de hele weg, was hij gewoon stil en heel erg zo. Zo, holy moly, I'm back. Ja. That sounds familiar. Moeten wij ook hebben zoiets. Dat wordt een soort van, kom Joyce, heb. Dus hij ligt nog steeds in de maxicosi omdat hij gewoon zo, ja, gewoon zo chill is. Nou goed, we gaan hem eruit halen en we gaan dit eventjes voor onszelf uitstallen. Sherwell, ik was nog niet klaar. Sherwell is een mandje, maar we hebben zijn mandje gewassen. Echt gewassen. Die wil hij er per se al in. Het is heel schattig. Nee, we hebben Chinees uitgestald. Ietsje later dan we hadden gepland. Kwam iets tussen. Er kwam even iemand tussen. Maar goed, het is nog net warm. Dus. En nu wil die mevrouw naar buiten. Ja, oké. Okay. Goedemorgen mensen, het is vandaag donderdagochtend. En ik ga deze banden oppompen. Want ja, ik weet niet, daar denk je niet aan als je een kinderwagen hebt. Dat je natuurlijk af en toe de banden moet oppompen. En eigenlijk toen ik hem kreeg waren ze nog vrij zacht. Ook logisch. Maar ja, ik had dus geen verloopstukje, want het is dus een soort van, hoe heet het, autoventiel. Als ik hem dan niet meer af kan halen. Ja, ik zie hem wel gaan. Echt? Ja, ja, ja. Dat is het voordeel van dit, dat je... Ja, moet je heel snel afrijden. Ja, kan toch niet, wat is dit? Nou, dat is echt volkomen kansloos. Waarom gaat alles in mijn fucking leven stom? Oké, okay, nieuwe kracht, nieuw moed. ja. We hebben de kinderwagen helemaal ingepakt. Er zit zelfs een... Ja, dan moet je ze allemaal aan denken. Dat denk je van tevoren niet. Maar er zit hier zijn kruik, zodat we hem even voorverwarmen de wagen. Nou, zijn mutsje mee. Zijn prei mee. Dat is natuurlijk het meest belangrijke. En daar ligt het mannetje. En Joyce die gaat ergens met de auto heen, want die kan nog niet zo ver wandelen. Ik hoop dat het goed gaat. Het is een beetje spannend in mijn eentje. Jij altijd als je zegt we gaan, dan altijd moet jij dan nog naar boven. Altijd moet je dan nog naar de wc en altijd duurt het dan nog lang. Waarom zei je dan we gaan? Oké, okay, we've got it under control. Het gaat goed. Nou, daar zit hoor. Heb je vertrouwen in? Heel relaxed. Ja? Nou, je kan hem toch uithalen als hij gaat huilen? Ik vind het wel heel gezellig zo. Nee, Sjors? Dit is wel cool hoor, dat we dit gewoon nu al doen. Ja, toch? Het is best stoer met hond. En kinderwagen en wat te eten en enzovoort. En nog even een boertje doen. Die oortjes. Schattig. Ja. Veel schattig. En we zijn gewoon thuis. 8:30. En eigenlijk is het een normale tijd, maar we wilden wat eerder eten. Maar ja, het liep niet helemaal met de planning. Er moest nog even gevoed worden.
En meneertje zit nu daar. Want verder weg wil hij niet zijn. Dus we gaan lekker spaghetti eten. Goedemorgen mensen, het is vandaag vrijdagochtend. Jo zit nog in bed, het is 11 uur. We hebben eigenlijk wel een goede nacht gehad. Het is iets van 2 keer wakker. Om 1 uur en dan 5 uur of zo. En toen vanmorgen weer. Ik vind het toch wel een beetje lastig, merk ik dat. Ja, ik weet niet, op een of andere manier is Joyce er nu makkelijker mee om hem bij zich te laten slapen in bed. Want hij slaapt gewoon echt niet als we hem in zijn eigen bedje leggen. Dat werkt gewoon echt niet. Tussen ons in hebben we geprobeerd in de tweede week. De eerste week ging het goed, maar de tweede week wilde hij het ook niet meer. Toen heeft ze hem op een gegeven moment gewoon op de borst gelegd. En dat vond hij geweldig, want toen sliep hij als een roos. Ik lig er maar een beetje naast of zo. Ik voel me een beetje letterlijk en figuurlijk, zeg maar, de meemoeder die ernaast ligt. En ik snap dat ik kan natuurlijk ook op mijn borst nemen, maar op een of andere manier gaat het bij haar veel natuurlijker. En is het ook gewoon dat ze dan kan slapen en alles. En ik vind het een beetje ingewikkeld. En ook, ik moet nu natuurlijk ook gewoon shorts uitlaten. En het moet ook gewoon doorgaan, het huishouden. En zij is nog best wel zwakjes. Doe ik dat allemaal. Maar ja, je voelt dan toch een beetje dat mijn gewone leven verder gaat. Terwijl zij met het mannetje boven op de buik in bed ligt. Ik kan daar natuurlijk zelf dingen in doen door mezelf er meer bij te betrekken en zo. Maar op een of andere manier speelt dan toch wel een soort van minderwaardigheidsgevoel. Daar moet ik iets mee. Want ik wil niet dat het erger wordt of zo. Het is best wel gek eigenlijk dat ik dit nu voor de camera wel zeg. Want het is niet dat ik dit zeg maar met andere mensen bespreek. Ja, een beetje met Joyce. Maar ik wil ook niet haar geluk indempen door dan negatief te doen of zoiets. Ik ga met George wandelen. Good morning, guys. Ja, goedemorgen, goedemiddag is het inmiddels. Het is al 12:30. En wat gaan de dagen snel, jongens. Eerder dachten we altijd van, ja, maar je hebt toch gewoon, als je een flesje geeft, heb je daarna gewoon nog 3 uur, zeg maar. Voordat je weer opnieuw hoeft. Maar ja, zo werkt dat natuurlijk helemaal niet. Want dat flesje geven en de lui verschonen en zo, dat alles bij elkaar, ben je gewoon 1 uur bezig. En dan heb je ja, en die 2 uur die je daarna hebt, of uur, als die om de 2 uur komt. Ja, dat vliegt echt zo voorbij. Je moet genoeg drinken. Ja, je drinkt nog niet zoveel, jongen. Mensen zeiden 90 milliliter. Ja, dat is echt te veel. Ja, de kraamzorg zei dat dus. Ja. Dat hij nu echt 90 milliliter per keer zou mogen drinken. Maar op die pot staat echt ja, 60 of zo. Ik ben blij dat de 60 er binnen gaat. Ja. Dan zit hij gewoon echt vol. Ja. Dan lopen ze gewoon uit. Ja. Als dit, ja. Dit redt hij ook niet, hoor, maar goed. De eerste keer dat Joyce mijn pot doet, is nu. Oeh, dat is fijn. Oh mensen, jeetje, heftig. Hij kan echt geen moment alleen in zijn stoeltje zitten. Ik had hem echt maar eventjes neergelegd en het blijft echt totdat hij zeg maar zo bij mij zit, of bij Joyce. En dan is hij stil. Dan is er niks meer aan de hand. Dus ik dacht, ik ga even een blogje typen. Niet mogelijk. Dus als jullie denken, waar blijven de blogs of dingen, of waarom komen dingen later? Hierdoor. Zo, het is inmiddels 7:30 of zoiets. En ik ben aan het koken. We gaan frietjes eten met bietjes en zo. Ik dacht nog wel leuk om even te vertellen. We hebben het uittreksel van het gezagregister gekregen. Want kort na de geboorte moet je het gezag aanvragen, of eigenlijk moet ik dat, want Joyce heeft automatisch het gezag. Moet een vader dat ook? Ja. Oh, een vader moet dat ook, dus ik ben daarin niet heel bijzonder. En het is leuk, want we hebben nu officieel zeg maar, dus het uittreksel van het gezag is gisteren binnengekregen per post. Nog even voor. Hierin staat dan datum beslissing, rechtbank en dat ouder sta ik zeg maar hier ook bij. En Joyce staat hier ook. Ja, wel cool. Heeft hij grote voeten? Echt hoor. Ja? Oké, nou. Zie ja, het is wel geinig om eens te proberen. Wat voor maat? Je kan toch gewoon centimeter? Oh, laten we hem opmeten. Oh ja. Oh ja, laten we even doen. Echt? 8. 8? 8 centimeter. Is dat wat? Ik heb geen idee. En jij, George? Wat voor voeten heb jij? Maat. Kom maar, wacht nou even. Kom maar, jongen. Maat 3. Jullie schrijven zelf schoenen aan, jongen. Zelf schoenen aan. Goedemorgen, mensen. Het is vandaag zaterdagochtend. En wij hebben een beetje haast, want we krijgen zo bezoek. Dus ik heb deze man maar eventjes in een draagzak gedaan, zodat ik allerlei dingen tussendoor kan doen. En dat gaat goed. Hij hangt alleen niet helemaal goed, maar het is maar voor even.
Ik moet nog even leren. We hebben trouwens gisteravond de draagdoek binnengekregen. Van het merk Kai of zoiets. Bai Kai. En we gaan hem straks testen of we dat kunnen. Ik ben benieuwd. Maar ik had haast. Dus dat moet ik ook voortmaken. Oh jeetje, ik ben helemaal vergeten uit te zetten. Je pakt zo. En hier zit heel handig zo'n labeltje. Dan weet je dat dit de helft is. Maar ook niet zo laag. Ja, ja. Nou, oké. Okay. Dat hij echt in het middel. Ga je deze. Deze ga je kruisen? Ja. Ja. Ja? Ja, die we draaien. Gaan we draaien. Dan doe je deze twee doe je hier. Die je hebt, doe je onderdoor. Ik heb wel zin in, jongen. Ja, ik snap het. Dan ga je dit ook weer. Deze twee ga je weer kruisen. En die doe je dan zo. Naar achter. Dan maak je hier dus een knopje. Echt een fijne instructie dit. Joyce praat even in zichzelf. Dat zal ik goed doen. Zo. Oh, bedankt voor de instructie. Jezus, wat gedoe dit. Ja, wie kan ons uitleggen hoe dit beter gaat? Want het is echt weer kansloos. Uiteindelijk, ja, pak de draagzak maar. Pak de zak maar, ja. Ja, oké. Okay. Het zit echt veel te hoog. Ja? Ja, gaat mee. Dit gaat er gewoon mee. Ja. Moet ik niet los te doen, want ik weet niet wat je hebt gedaan, maar... Volg deze instructie niet. Mocht je op deze YouTube-video terecht zijn gekomen, omdat je dacht... Oké, moet je uitleggen voor een draagzak, klim nu weg. Ons wegklinkpercentage gaat nu echt omhoog, gewoon van... Oh ja. Doe de draagzak weer, draagdoek weer los. Dit hoort bij de instructie. Scheelt wel er niet zoveel minuten als vlog. Goedemiddag, ik ben van de draagzakpolitie. Uw draagzak zit niet goed. Ja, okay. Okay, we gaan nu iets dichterbij staan. Ja. Proberen we de baby erin te heffen. Jongens, we krijgen hier echt reacties op dat het niet oké kan echt niet. Okay. Ga je het niet doen met een echte baby? Nee, ja, oké. Oké, kom maar. Ja, dus je moet die eerst. Nee. Je bent... Maar nee, de onderste. Ja. Hier dus. Ja. Oh, jongens. Ja, dat voetje moet eigenlijk hier aan deze kant uitkomen, weet ik toevallig. Ja. Maar goed, hè. Maakt niet uit. Geen voetjes voor Hunter. Ja, waarom is dat voetje nu weg? Waar is zijn voetje? Okay, ja. Nergens. Ik weet niet waar zijn voetje is. Oké, okay, jongens. En dan, ik doe even de camera iets dichter. Ik word helemaal gek van die... Wacht, het mooiste, spannendste... Spannendste is dat je dit... Woe! En zo boven. Ja, dan zit hij wel beter dan bij mij. Zeker. Bij mij viel hij helemaal achter. Ja. En het is wel een soort punt komt. Ja. Oh, nou, eigenlijk ging het wel goed. Ja. Ik ben al 7 minuten lang dit aan het presenteren. Ik ga even naar de achterkant laten zien. Geen voeten meer. Hij heeft geen voeten meer. Oké, dit valt nog wat verbetering. Wat is de knoop is niet goed. Nou, het is best oké. Oké. Ja? Is dit het? Dit is het. Zo schattig. Hij is aan het ontdekken. Zijn knuffel. Normaal mogen we hem helemaal niet alleen laten liggen. Maar nu ineens... Kijk die voetjes, mensen. Dat is zo schattig. Kijk nou, schattig. Mama is trots. Goedemorgen, maandagochtend. We gaan ontbijten. Het is 9 uur. En hier zijn we weer eventjes 3 minuutjes alleen in het bedje training aan het doen. En daarna ga ik hier hem in dit pak doen. Zodat we daarna samen kunnen wandelen. In de draagzak, want ik had voor Joyce een massage geboekt. Dus die gaat zo weg. En George moet nog uit. Dus. Hé, kindje. Oké, mensen, ik dacht ik ga wandelen buiten. Maar George, die beweegt geen stap. Want vuurwerk. Dus hij wil gewoon niks. Hij heeft niet gepoept, niks. Dus wat ik nu ga doen is gewoon een uitdaging. Ik heb hem even overgeheveld van de draagzak naar de Maxicosi. En ik ga voor het eerst alleen met hem rijden. George mee. Dan gaan we even ergens naar een natuurgebied. Waar George gewoon durft te lopen omdat er geen knallen zijn. Althans, dat hoop ik. En dan moet ik hem dus in de auto straks weer overheven in de draagzak. Maar goed, hè? Ik floreer op uitdagingen. Hond in de achterbak. Kind in de voorbak. Dikke jas aan. En gaan. Oké, dan gaat nu de overdracht plaatsvinden. Oh, hallo. Daar ben je. Goed zo. De zak zit een beetje zo hoog. Je verdwijnt in het pak, jongen. Dat is niet goed. Oké, ik ga dit buiten verbeteren, want het zit voor een meter. Ziet je nou goed of niet? Ik vind dat echt heel vervelend bij zo'n draagzak, dat je gewoon niet weet of die goed zit. Omdat je in ongeveer 90 van de
10 momenten bang bent dat hij stikt of zo. Oké, mensen, we lopen. Vraag niet hoe, maar ja, ik ben tot de conclusie gekomen dat ik nu wel echt die draagdoek van Joyce ga proberen. Want ja, misschien kan ik het gewoon niet, maar het zit gewoon voor geen meter. Hij zakt heel erg erin weg en ik kan hem ook niet echt strakker maken. Terwijl het is wel zo'n free to grow, dus hij is in principe gewoon vanaf nul. Maar ja, ik weet het niet zo goed. En dit pak zakt hij ook helemaal weg, waardoor hij dan vervolgens daar weer bijna stikt. En ja, ik loop nog liever gewoon met hem op mijn arm. En dat ik nu in die draagzak loop, omdat ik bij iedere 5 stappen denk dat hij stikt. Het is niet heel ontspannen moederschap. Niet heel ontspannen moeder. Dus, maar goed. Sjors kan in ieder geval hier poepen. Zo, kleine meneer. We gaan oliebollen halen. Voor deze kleine oliebol. Gaan we. Oliebol in de pocket. We got them. Het staat alleen nog maar krenten. Ja? Oh jee, vind je dat vervelend? Nee. Het is oké. Okay. Even naar boodschappen? Ja. Oké. Dit is waar Poes al de hele avond zit. Ho, Poes. Knallen. Ik wil jullie even laten zien wat zich even net heeft plaatsgevonden. We hebben even doorgezet, hè? Ja, dat is wel goed. Hij ligt nu al, nou, meer dan een half uur. Ligt hij alleen zo? We moesten hem even troosten. En totdat hij stil was. Toen durfde hij hem niet meer los te laten. Toen liet ik hem los. Toen werd jij boos op mij, omdat ik zei, misschien moet je hem ook loslaten. Toen liet je hem los. En toen bleef hij slapen. Hij maakt alleen een beetje geluid. George heeft er ook zin in. Die is helemaal klaar met het vuurwerk. Ja, ik ook. Zo mensen, we hebben wat hapjes neergezet. Het ziet wel lekker uit hoor. Hij slaapt nog steeds. Krijgen we nog een kind? Zonder toosjes met de aardbeekhaal. Krijgen we nog een kinderwagen? We hebben al 2 kinderwagens. What the? Ik heb een discussie over gevoerd. Het kan in de doos blijven. Uit de doos. Ja. Oh, zijn. Kan maar goed, hè? Met zijn naam en de medaille. Ja, dat is het. Alleen die overblaasjes waren om een van de redenen nog met een dekje. Een dekje. En een dekje, dat kan zeg maar dan moet dit eraf. Zo. En dan heeft de kast het nieuwe zinkje. Hij is nu al van de. Oh, ik moet snel. Het is nog maar 42 seconden. Oh, je moet je best voor het regelen. Oh, jongen, stress. Zo werkt het bij jou. 3, 2, 1. Happy New Year! Yeah. Woe! Take me as I am and I will try to stitch your wounds. I will hold on for much too long to things that cut me.